Vind ik wel leuk. Dat is wel mooi, ja. Ja, vind ik wel een leuk idee. Ja. Wat anders? Ciao. Is niet? Oh, ja. Ja. Die kan nou. Hallo, Pekela. Flits. Oh ja, we lopen te snel. Peko! In de meidagen van 1940 trok een grote stroom Wageningers door deze straten naar de haven. Op kolenschuiten vluchtten zij naar het westen, uit de vuurlinie, weg van het Gemmenoffensief. Aangekomen in Zuid-Holland moesten zij een onderkomen vinden. Sommigen werden met open armen ontvangen, terwijl anderen met tegenzin in huis werden genomen. Voor velen was geen plaats. In koeienstallen, schuren en kippenhokken wachten zij de capitulatie af. Na een aantal dagen mochten enkele vrouwen naar huis. Ouderen, zieken, moeders en kinderen vooruit. Toen zij over de Gemmenberg reden, konden zij de rijen gesneuvelde soldaten zien liggen. Om vervolgens geconfronteerd te worden met een nagenoeg verwoeste stad. Van sommige huizen was niets over. Anderen waren zwaar gehavend. Er zat ze niets anders op dan door te gaan. Aan het einde van de oorlog vertrokken de vrouwen en kinderen voor de tweede keer uit Wageningen. Hun mannen waren afgevoerd naar Duitsland of zaten ondergedoken om hieraan te ontkomen. Nogmaals waren zij als vluchtelingen overgeleverd aan de genade van anderen. Sommigen werden met liefde in huis genomen en anderen kregen, omdat het moest, een niet gegunde plek toegewezen. Na de capitulatie keerden zij terug naar een opnieuw verwoest Wageningen. In 1948 stelden de Verenigde Naties de verklaring van de universele rechten van de mens op. Deze rechten zouden voor iedereen gelden en ten alle tijde worden gehandhaafd en bevorderd. Echter, sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog worden deze rechten continu wereldwijd op grote schaal geschonden. Er zijn nog steeds grote groepen mensen op de vlucht. Hierdoor kunnen wij ons afvragen of deze mensenrechten wel echt zo universeel zijn. En dan zie ik daar al de poplichten van de Jeep, waarin onze 91-jarige veteraan Ray Lord aan zal komen. Welkom, Mr. Ray Lord. Mr. Lord, it's very good to see you. How are you? I'm fine, thank you. Very good. Did you have a good trip with the fire? Very good trip, thank you very much. Yes. Do you want to present the flame to our mayor? That's the man with the shiny chain. Thank you very much. Still going strong. We're a little early. Yes? It's not that good. Okay. Oops.
Hierbij ontsteek het bevrijdingsvuur 2016. De eerste groep lopers die aankomt is gemeente Pekela. Morgen is de stadprovincie, provincie Groningen. Vandaar dat zij van de commissaris van de Koning van Groningen het vuur uitgereikt krijgen. Applaus voor deze lopers. Pekela, die is hier ook. Is de burgemeester van Pekela ook onderweg hier naartoe? Hij komt eraan. Ondertussen neemt de commissaris van Koning de honneurs waar en begroet alle lopers van Pekela. De echte burgemeester van Pekela. Zeker weten. Naar Groningen? Het gaat eerst naar Groningen en dan naar Beek. Zet het neemt het. Ja. En Groningen is altijd minder ver dan je denkt. Dames en heren, applaus voor de lopers van Oude Pekela en eigenlijk namens heel Groningen. Dank u wel. Ik heb een hekel aan vuur. Daar hoort water bij. Ja, ja, ja. Je moet benzine bij. Ja, ja, ja. Hoe is je Peet? En ik zal het echt niet lang maken met jullie. We staan allemaal in de startblok. En vervolgens beginnen aan de volgende sessie. Van de eerste sessie hebben jullie inmiddels al achter de rug. En dat is allemaal goed verlopen, heb ik begrepen. Jullie hebben Pekela ook in Wageningen even op de kaart gezet. Dat is hartstikke goed. Dat krijgt een vervolg. We gaan straks, of jullie gaan straks naar Groningen en vervolgens weer naar Pekela. Ik wil de waardering uitspreken namens OBCP voor jullie allen om dit evenement een evenement te laten zijn. En ik vind het ook bijzonder knap dat in een korte periode alles is geregeld om tot deze prestatie te komen. Jullie hebben Pekela op de kaart gezet, dat gebeurt vandaag nog eens een keer weer. Dat is hartstikke goed voor Pekela en voor zijn inwoners en voor het imago van de plaats. Dank daarvoor. Het belooft een hele mooie dag te worden, ook in het sportief opzicht, hoop ik. Maar zeker wat de weersgesteldheid betreft. Beter dan vorig jaar. Beter dan vorig jaar, ja. Dat kon ook al heel hard natuurlijk. Maar, een ideale dag om een sportieve prestatie te leveren. Dus daarvoor toe achter mij jullie allemaal in staat, allemaal getrainde mensen. Het zal zeker een succes worden en we zien elkaar vanmiddag in Pekela terug. Heel veel succes. Ja. Dank u wel. Wij wisten nog dat jij erbij zit.
jongen. Heeft iemand een idee? We moeten doen alsof we die bijna halen, hè? Ja.
Aan het los. Maar ik zie ook alweer een auto. Rosa, 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 Ros
Ja, want dit is een bijzonder moment, Ali. Want wij hebben hier de nationale start. En ja, de nationale start is eigenlijk al vannacht ergens begonnen. Mag ik een applaus voor de lopers die vandaag vannacht uit Wageningen zijn begonnen. Het zijn kinderen van de basisschool uit Pekela. Wat even heel kort, jullie zijn vannacht zijn jullie begonnen met hardlopen. Jullie hebben het vuur hier naar Groningen gebracht. Hoe laat zijn jullie begonnen? Vannacht om 12 uur hebben wij dus het vuur uit Wageningen gehaald. En wij hebben niet de afstand gelopen van 170 kilometer van Wageningen naar Groningen, omdat het te lang heeft geduurd. We hebben met 16 lopers een restart gemaakt in Odoren. Vanmorgen om 5 uur om hier nu op tijd aanwezig te kunnen zijn. Hartstikke goed. Op tijd hier aanwezig voor het vuur. Hardlopen vanuit Wageningen. En heel bijzonder, jullie komen uit Pekela. En Pekela is een gemeente waar in de oorlog, in 1941, toen de VOI-staking begon in Amsterdam, is ook in Pekela is de communistische opstand begonnen. Dat is nu 75 jaar geleden. De communisten zijn daarna in de oorlog in het verzet heel belangrijk gebleven. En zijn op een verschrikkelijke manier door de Duitsers vervolgd. Dus het is bijzonder dat we vandaag in Groningen zijn, in de provincie. Ook de provincie van Pekela, waar 75 jaar geleden de communistenopstand begon. En jullie komen allemaal uit Pekela. Dus ja, passen, dan kan het bijna niet. Fantastisch dat jullie er zijn. Applaus. Applaus. En goed om aan te vullen, want de kinderen hebben een aantal wensvlinders gemaakt. En minister-president, ik zou u willen vragen om ook uw wens op te schrijven. Want dan kunnen we die ook delen, mensen. De wensvlinder en de wens van de minister. Als we het kunnen lezen, kunnen zijn wie je bent. En deze wens nemen wij graag in ontvangst. Oh, je hebt er twee. Kunnen zijn... Als hoogste in de peilingen in... kunnen zijn wie je bent, de wens van de minister. Grapje. Ik wil u vragen, minister-president, om het vuur naar de stal te brengen. Dat gaat u niet alleen doen. Neemt u het vuur alstublieft in ontvangst. Diederik van der Meijden, directeur van het Bevrijdingsfestival Groningen, zal met u meelopen. Loopt u vooral de trap. En mensen, u heeft allemaal handen, hè, want we zijn op dit moment live bij de NOS. Dus ik zou zeggen, laat je handen vooral allemaal zien. En laat ons zien hoe we hier in Groningen de vrijheid met elkaar vieren. Dit is het moment van de nationale start. Dit is het moment waarin alle festivals in Groningen met elkaar de vrijheid gaan vieren. Het moment waar we in Nederland ieder jaar trots bij stilstaan. Groningen, wie zit op tv? Laat je horen! Dank u wel, dank u wel.
zijn er nogal wat. Van harte welkom hier bij het bevrijdingsmonument. En we vinden het heel goed dat we samen deze plechtigheid vieren. Bij het bevrijdingsmonument dat we 6 jaar terug al daar hebben geplaatst. Ik wil graag voor iedere vrijwilliger, maar ook de lopers, de bereiders van de oldtimers. Ja, helaas zijn de lege voertuigen er niet bij, maar voor allen wil ik graag een warm applaus. Volgende week op Koningsdag was het niet zo koud dat alle activiteiten op een groot deel niet door kon gaan. Maar gelukkig waren de weergoden ons heel goed gezind. Want volgens mij hebben we gisteren hele mooie manieren en momenten gehad om even stil te staan bij het verleden. En hebben we met elkaar voor mij hele mooie momenten meegemaakt. Gisteravond mocht ik naar Wageningen afreizen om daar samen met de commissaris van de Koning het vuur te overhandigen aan de lopers. En die vervolgens dat vuur vanmiddag overhandigd hebben aan de minister-president om het vuur op het bevrijdingsfeest in Groningen te ontsteken, waarmee alle bevrijdingsfestivals in Nederland zijn gestart. En wat is er dan mooier als je burgemeester bent van deze mooie plaats, om dan heel trots te zijn om overal, of het nou gaat om gisteravond of vanmiddag, overal komt Pekela naar voren in een hele positieve manier. En dan denk ik dat we daar heel erg trots op kunnen zijn wat we de afgelopen dagen hebben gedaan. In alle bijzonderheid zou ik graag in ieder geval de lopers die gisteravond in Wageningen gestart zijn naar voren willen hebben. Die mogen hier wel even apart komen staan, want die ga ik toch speciaal toespreken. In Wageningen? Toch niet de minste plek waar natuurlijk de Tweede Wereldoorlog echt is afgesloten met de handtekening in Hotel de Wereld. Daar stonden deze heren en dames, stonden daar toch nog even. En mochten als allereerste uit handen van de commissaris en mij, ik was net op tijd nog, we zullen dat zo eerlijk in zijn, het vuur in ontvangst nemen. En zij zijn voor mij de echte ambassadeurs van Pekela geweest. Dus we gaan even heel hard applaudisseren. Zij hebben Pekela even geweldig op de kaart gezet. En dames en heren, namens het college van burgemeester en wethouders, ik durf ook te zeggen namens de gemeenteraad en namens alle inwoners van Pekela, heel erg bedankt voor jullie inspanning, jullie inzet. Ik hoop wel dat je er een beetje van genoten hebt, dat niet alleen maar pijn doet en zweet heeft. Maar ik moet zeggen, toen vanmiddag om 12 uur dat vuur werd ontstoken daar in Groningen, nadat de minister-president een toespraak had gehouden, en direct daarna er allerlei door kinderen uit Pekela geschreven wensvlinders de lucht in gingen, ja, dan is het dan even een momentje, ook dat ik wel even een klein traantje aan een hooghoekje weg moet pinken. Want dan zie je maar weer hoe sterk Pekela is, hoe we met elkaar bereid zijn om samen voor dit dorp, voor deze dorpen te gaan en om samen Pekela op de kaart te zetten. Dames en heren. Vrijheid. Vrijheid is dat je op straat kan lopen. Vrijheid is dat je een boek kan lezen. Vrijheid is veilig buiten spelen. Vrijheid is je vriendschap delen. Vrijheid is dat je naar school kan gaan. Vrijheid lijkt zo gewoon. Vrijheid geeft een fijn gevoel. Vrijheid.